Hoofdstuk 82, het splijten. Als de hemel gespleten zal worden. Als de sterren verspreid zullen worden. Als de zeeën hare wateren zullen vermengen. En als de graven ten onderstboven zullen gekeerd worden. Dan zal iedere ziel kennen, wat zij heeft misdreven. O mens, wat heeft u omtrent uw barmhartige Heer verleid? Die u geschapen en verzameld heeft, en u op den rechte weg leidde. Die u heeft gevormd in den vorm welke hem behaagde. Waarlijk, doch gij loogend het laatste oordeel als ene valsheid. Waarlijk er zijn wachtengelen over u aangesteld. Eerbiedwaardig in het oog van God, die uw daden nederschrijven. Die weten wat gij doet. De rechtvaardigen zullen zekerlijk op ene plaats des genots zijn. Maar de zondaren zullen zekerlijk in de hel wezen. Zij zullen daarin worden geworpen, om op den dag des oordeels verbrand te worden. Zij zullen zich daaraan nimmer kunnen onttrekken. Wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is? Nogmaals, wat zal u doen begrijpen wat de dag des oordeels is? Het is de dag waarop de ene ziel niet in staat zal wezen, iets ten behoeve ener andere te verkrijgen. Het bevel zal op dien dag aan God toebehoren.